kan heel handig zijn om een PDF-bestand te gebruiken op je website. De opmaak die je op je computer hebt gebruikt, die wordt ingesloten in het bestand. En al je bezoekers zullen het bestand net zo zien zoals jij het hebt gemaakt op je computer. Ik werk op de Mac. En met de Mac kan je heel eenvoudig een PDF-bestand maken. We werken gewoon met het programma Text Editor. Ik heb tekst gemaakt, plaatje toegevoegd. En je kan het heel eenvoudig exporteren als PDF. Een naam eraan geven, opslaan op een locatie. En klaar is Kees. Mensen die een Windows-computer gebruiken, kunnen ook werken met LibreOffice of OpenOffice. Daar is ook de mogelijkheid om bestanden direct te exporteren als PDF. Zorg ervoor dat er geen spaties staan in de naam van je bestand. Het is ook aan te raden om het bestand een naam te geven die de inhoud van je website extra bekrachtigt. Bewaar hem op een plek, zodat je hem later goed terug kunt vinden. Ik bewaar hem op een bureaublad, dat vind ik een makkelijke plek. Het bestand staat klaar hier, wandelen in Oudorp. En zoals je kunt zien is de opmaak nog net zo als ik hem gemaakt heb. We gaan nu naar de website. We werken met een WordPress theme. We werken nu met Nexus themes, maar het geldt eigenlijk voor alle WordPress websites. We gaan naar de backend van de website. Hij staat ingesteld op Engels, posts, media en hier staan denk ik in het Nederlands afbeeldingen. Daar klikken we op en we gaan het PDF-bestand toevoegen. Select file, ga naar het bureaublad, wandelen in Oudorp, PDF. Let er ook op dat dit bestand niet te groot is. Als hier bijvoorbeeld het getal 4000 staat, ja, dat is best wel zwaar voor een website. Probeer dan iets aan de bewerking van de foto's doen. Want meestal zorgen foto's ervoor dat een bestand erg zwaar wordt, erg groot wordt. Tekst, dat is geen probleem, maar foto's zijn vaak het probleem. Probeer dan van tevoren eerst de foto's te verkleinen voordat je ze toevoegt aan het PDF-bestand. Maar dit is heel acceptabel. Het bestand wordt toegevoegd aan de bibliotheek. Klik er één keer op en selecteer hier. Klik in dit vak. Ik doe Ctrl-A en met de Mac is dat Command-A. Zodat heel de reeks wordt geselecteerd. Daarna Ctrl-C of Appeltje-C. Zodat deze reeks, deze URL, en dit is in een demo-omgeving, maar dat maakt verder niet uit, in het geheugen van de computer staat. Nu gaan we naar de pagina waar we de link willen plaatsen. Bijvoorbeeld op de contactpagina. Mensen die geen Nexus themes gebruiken, maar gewoon een traditionele WordPress omgeving, die plakken hier op deze manier de link in. Plakken. Maar ook instellen dat de link in een nieuwe tab geopend wordt. En daarna op update.
klikken. Maar de gebruikers van Nexus Themes die werken aan de voorkant. We gaan dus naar de pagina toe. Contact. Laat ik ergens op een tekstplekje, een tekstwidget, ga ik het inplakken. Bekijk dit document. Natuurlijk geef je hier een tekst die zinvol is. Je selecteert de tekst. Klikt op Insert Link. Het is geen internal link, maar een external link. We plakken de URL die in het geheugen van de computer staat. En we zeggen New Window. Daarmee opent het bestand in een nieuw venster. Als je dat niet doet, wordt de website vervangen voor het document. En dan zijn mensen de weg kwijt. De link is ingevoegd. Klik op Save. Ik zet de editor uit door middel van de Escape-knop. Als het goed is en ik klik op Bekijk dit document, dan komt hiernaast aan de rechterkant een nieuw venster. En daar is hij. Het document met de opmaak ingevoegd op de website.